Afgelopen donderdag, tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende wijziging van de wet van 13 januari 2024, horen de vaststelling van de staatsbegroting van de uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2024, had Cedric van Samson VHP-parlementariër het over de busroutes in Suriname. Voorzitter, als lid van de vaste commissie van TCT, wil ik wat vragen stellen ten aanzien van de busroutes die er zijn, die niet worden onderhouden en vergunningen die worden aangevraagd. Voorzitter, omdat dit allemaal een inkomstenverhoging betekent in de sector, zodat de mensen meer bereikbaarheid hebben voor de verschillende passagiers in verschillende buurten, waar er nu al een gebrek is aan busvervoer, maar dat door het verstrekken van de busvergunningen misschien makkelijker kan worden verholpen en dat er ook wat meer inkomsten zal zijn door meer trajectgeld op die routes. Voorzitter, inkomstengericht. NPS-parlementariër Ivanildo Plein vroeg of de busroutes in Suriname kunnen worden uitgebreid. Ik ben bijzonder blij met de opmerking met betrekking tot dat van de diverse busroutes en busvergunningen en dergelijke. Het is allemaal ondernemerschap stimuleren, voorzitter. Ik heb de vraag steeds gesteld waarom men niet gaat kijken naar het uitbreiden van de verschillende busroutes. Er zijn gebieden waar er geen busroutes zijn en de behoefte is daartoe groot. Dus ik vraag weer de aandacht van de regering hiervoor.